Focus op de stand van zaken. In verband met het 50-jarig jubileum van de CARICOM wordt er een regionale slogan- en logo-competitie gelanceerd. De CARICOM wordt volgend jaar bestaat dan 50 jaar en in het kader daarvan zal er een logo- en slogan-competitie gehouden worden. En alle lidlanden worden dan in de gelegenheid gesteld hun inzendingen op te sturen naar het secretariaat. Dat wordt dan door een regional committee beoordeeld en daaruit zullen dan de beste inzendingen worden gehaald. De inzending die als winnaar eruit komt, zal worden gebruikt vanaf een bepaalde periode, eigenlijk vanaf die winnende inzending binnen is tot en met volgend jaar juli. Want juli wordt 4 juli, bestaat de CARICOM dan 50 jaar. Ieder vanaf 18 wordt in de gelegenheid gesteld een inzending te doen, maar ook de gelegenheid wordt geboden aan degene onder de 18. Daarvoor is er toestemming van de voogd, de ouders nodig van zo iemand. Dus een creatieveling van 10 jaar, 15 jaar, 12 jaar, die kan ook meedoen. Maar het is dan een zaak dat de ouder, de voogd, daarvoor toestemming verleent. Vanaf morgen zal de advertentie de deur worden uitgegaan. En vanaf dat moment kunnen mensen alvast aan hun creativiteit werken. De inzendingsperiode is open tot en met 9 september. Ja, 9 september. En daarna komt de Nationale Commissie bijeen. Ze gaan de inzendingen beoordelen, bestuderen. En dat wordt dan opgestuurd naar het CARICOM-secretariaat. De Nationale Commissie heeft tot 23 september om de nationale inzendingen te beoordelen en op te sturen naar het CARICOM-secretariaat. Daarna komt die regionale commissie bijeen. En de regionale commissie bestaat uit Suriname als chair van de CARICOM, Bahamas als incoming chair en Belize als uitgaande chair. En iemand van het CARICOM-secretariaat. En ze gaan ook een jongere erbij doen, iemand van het CARICOM Youth Ambassadeurs Corps. Die gaan dan de inzendingen beoordelen en daarna vanuit de regional committee wordt er dan nader informatie verstrekt. Dus wanneer de regional committee bij elkaar is gekomen, weten we dan verder hoe alles dan verloopt. Voor de slogan is er een prijssupport van $500 en voor die, het logo is er een prijssupport van 1500. Maar nu is de focus gericht op de slogan, want je slogan moet aansluiten op het logo. Dus nu is even de focus gericht op het conciperen, het indienen van een slogan, zo mooi mogelijk en daarom maak ik van deze gelegenheid gebruik om onze mensen op te roepen. Het kan ingediend worden in het Nederlands of in het Engels. En bij deze roep ik de mensen op. Laat je creativiteit werken. En laat Suriname ook participeren in het geheel. Focus op de stand van zaken.